Galardon. Wereld in een ander universum. Geboren uit duister en kwaad, maar gekomen tot verlichte staat. Bewaakt door magie en staal. Galardon reddeloos verloren te gaan door nevel, mist. Kardion, heilig zwaard van magisch gehard staal. Veroverd? Is er redding? Help, elfengoden, help. De wederschouwen staan voor een onmogelijke taak. Elorien, wat flink je me nou? Je brengt onze wereld in gevaar met je kwaadaardige streken. Laat mijn brug onmiddellijk, Sandra. Niemand van de wederschouwen is je welkom. Jij brengt Kardion waar hij thuis hoort. Nu! Heeft de wederschouwer steken laten vallen? Dat zal onder mijn leiding nooit gebeurd zijn. Ik ben nog steeds hoofdmessers van de wederschouwer. En je verbanning heb je helemaal aan jezelf te wijten. Sandra. Je houdt je trucs nog bij je. Cassandra, geloof me. Ik ga nooit niks doen om onze wereld in gevaar te brengen. Zelfs niet om jouw positie af te nemen. Ik geloof er niets van. Ik ken je steken om de macht te grijpen. Cassandra, ik zweer je, ik heb het heilige zwaard niet. Ik wil Kardion nu terug. Cassandra, alsjeblieft. Ik stel mijn geest voor je open, dan zal je zien ook de waarheid spreken. Ik zie verwarring. Ja, zelfs onmacht. Maar geen schuld. Elorien, het spijt me. Maar je snapt wel waarom ik er zo zeker van was dat jij de dader was. Alleen jij en ik zijn in staat om onze conditionering te bestaan. Als Kardion echt gestolen is. Is dat deze strus van Kardion? Kardion is ten dode opgeschreven. Cassandra, ik bied je mijn hulp aan. Ha, je bent een geweldige schaduwheks, maar ik kan je niet vertrouwen. En als ik je mijn magische geheimen prijs geef, vertrouw je me dan? Hoe betrouwbaar zijn die beelden? Heel betrouwbaar. Maar niet compleet. Nou, dan weten we wat er is gebeurd. Maar waarom? En wie is die Omist? En waar is Kardion? Hoe krijgen we hem terug? Ik weet wel waar we moeten beginnen.
Maar dat gebied is voor jou verboden. Helaas. Je verbanding heb ik even tijdelijk op kunnen heffen. Ik ben benieuwd wie mijn vertrek heeft ingenomen. Ja, niemand. Niemand durfde het aan. Van magie. De dief is een zuster van de wederschouwer. Ze heeft het hypnose-elixir en het magische zwaardboek gestolen. Ik was er al een beetje bang voor. Heb je ook zo dom kunnen zijn die spullen hier achter te laten? Alle zussen zijn geconditioneerd. Mijn vertrek was nogal overhaastig. Weet je nog? Honderden zusters onvindbaar. In grote haast vertrokken. Allemaal op zoek naar Guardian. Prima natuurlijk. Maar is er dan niemand op het idee gekomen om de koppen te tellen? Het wordt zo zoeken naar een speld in een hooiberg. Cassandra, hoeveel is het je waard om de daden snel te vinden? Dat is me alles waard. Maar wat stel jij voor? Ik wil in je herinneringen delven. Ben je helemaal gek geworden? Je selecteert alle novices persoonlijk. Als daar een goede tussen zat, dan zou ik me dat moeten herinneren, ja. Weet je wel wat je van me vraagt? Ik heb veel van mijn geheime prijs gegeven. Nu is het jouw beurt. Delf in je herinnering. Probeer je mij te herinneren. Rustig. Ik heb geen kwade bedoeling. Zoek de leerling met de meeste potentie. Leerling, potentie. Leerling, potentie. Zij was de sterkste. Uit de familie van Medimagus. Het verraad van Toverhand. Haar hele familie terechtgesteld. Zij was de enige overlevende. Obsessief in haar studies. Sterk in medimagische krachten. Ik weet wie het is. Melissa Damayi. Zij zit hier achter. Oh, ik heb een kapitale fout gemaakt. Ik heb haar Guardian openbaard. Heel vroeg in haar studies. Net na haar conditionering. Oh, wat stom van mij. Maar nu we weten wie ze is, kunnen we haar vinden. Kunnen we misschien een elfje terugvinden? Het portaal brengt ons daar. Maar dan is er geen weg terug. Zij zo.